Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik loop met mama in Amsterdam. Wij gaan even wat eten en daarna gaan we naar Carré, naar het grootste zwanenmeer van Europa, volgens mij. Dus er heel veel zin in, balletvoorstelling. Gek op, als klein kind ook geweest. Dus we gaan jullie meenemen. Wij zitten bij Dauphine. Ravioli en een kikkererwtenburger. Eet smakelijk! 3 turf hoog, maar ze passen net bij. We hebben net lekker gegeten en we lopen nu richting de metro. En dan gaan we naar, mensen kijken altijd heel raar aan, naar Carré. Yes. Was lekker, hè? Heerlijk. Bij Dauphine. Heerlijk! We zijn in Carré, we zitten nog even op een bankje, want we zijn lekker op tijd. En we zitten op rij 2 zometeen, dus het is echt front row. Ik kan natuurlijk niet filmen dan, maar ik heb er heel veel zin in. We zijn hier als, ik denk dat het 8 was of zo, dat we voor het laatst naar het Zwanenmeer geweest zijn. Dus, het is zelfs mijn outfit, het is een blouseje van de Zara, je kan het nu niet zo goed zien. Dit blouseje van de Zara en deze broek is ook van de Zara en deze schoenen heb ik echt wel heel lang. Die zijn van, geen idee, iets Italiaans. Nou, zo chic zitten we dus. Dit is een hele mooi, prachtige Carré. Goedemorgen, het is zaterdag en ik heb gisteren niet meer gevlogd. We konden net mooi de trein halen en alles. En daarna ben ik gewoon lekker naar bed gegaan. Maar het was echt heel mooi. Het was echt een prachtig zwanenmeer. Het is het grootste van de wereld. Excuus, ik dacht Europa, maar het is de wereld. Maar het was echt heel erg. Het was echt heel erg mooi. Ja, we hebben echt genoten en het was ook toch wel echt een meerwaarde om een keer op de, we zaten echt op de rij, tweede rij, zeg maar. En dat is wel echt, oh, dat hebben jullie natuurlijk gezien. Echt wel echt een meerwaarde. Alleen, de beste mannelijke hoofdrolspeler, had een pak sokken in zijn broek gedaan. Dat was niet oké, maar goed. Het hele publiek, toen hij op een gegeven moment een soort van schuin draaide, had het hele publiek ook zoiets van, oké. Je hoorde het echt door het publiek gronzen. Nee, dit was echt heel leuk. Dus ik was om 11:30, 11:45 thuis en we hebben uitgeslapen. Niels die werd om 7:50 wakker. Heerlijk. Dus ik heb nu even snel ontbeten. De heren liggen nog in bed een beetje tv te kijken. Maar ik moet zo natuurlijk naar de Zumba, dus ik dacht een beetje opschieten. Anders heb ik te veel, zeg maar, dan zit mijn buik te vol. Vandaag gaat Sven met zijn broers naar een festival. Even gaan zitten. Het is niet helemaal duidelijk wat het plan is, maar dat zijn nog, geloof ik, man is een man eigen, geloof ik. Maar dus of ze, volgens mij zou het nog kunnen dat er één broer blijft slapen. En dan weet ik niet of wij hier slapen. Dan denk ik dat ik misschien met Niels bij mijn ouders slaap, maar moet ik even kijken. Want anders, ja, past wel, maar het is dan Niels wordt natuurlijk heel vroeg wakker. Is misschien niet heel lekker voor ze. En verder, volgend weekend zitten we echt super hol met van alles en nog wat. Dus ik wil dit weekend gewoon het huis aan kant hebben. Ik wil beginnen met inpakken. Allemaal dat soort dingetjes. Zodat ik ook een beetje rustig richting de vakantie ga. Omdat ik het gewoon wel super druk op het werk heb en zo. Ik heb deze week ook geen dag vrij gehad. Normaal werk ik 4 dagen. Dus ja, ik ben er wel. En ik zeg nog, ik heb ook nog in de avond gewerkt. Dus ik vind het wel even leuk. Ik wil gewoon even een beetje rustig voorbereiden. Dus dat. Ik neem jullie mee. Ik ben helemaal bezweet. Ik heb het hele huis stof gezogen, maar ook achter kasten en dingen. En nu is Niels bezig, ik zal het even laten zien. Mijn lunch is omelet, niet de schoonheidsprijs, maar is wel lekker. En een salade. Ik vergeet helemaal te filmen de hele tijd. Er is ook niet zoveel spannend gebeurd. Ik heb even met een vriendinnetje in de speeltuin gezeten met haar kindje. En nu ben ik zijn de boodschappen bezorgd. Sven is naar een festival, weet niet of ik het überhaupt zeg. Dus ik ga nu snel de boodschappen doen en dan gaan we eten. Oh, Niels stoot zich.
Niels heeft de tijd van zijn leven, want we hebben net van de buren waar ik altijd oppas als zij. Waar ik altijd oppas als zij op vakantie zijn. En wij zijn nu net terug. En die hebben. Daar pas ik altijd op de post en de plantje, dat soort dingen. En die hebben een hele grote bak Duplo. En ze zijn net thuis, dus ik was er eventjes een bakje koffie doen. En nou, ze pakte die doos Duplo. Nou, je had dan Niels geen kind meer. En toen zei ze van, als hij het nou zo leuk vindt, dan mag hij hem wel even lenen. Tot ze zegt, alleen maar neefjes gebruiken. En die zijn er ook niet zo vaak, dus... Nam, nam, nam. Zit je lekker te smikkelen? Heb je wat lekkers gemaakt? Ja. Oh. Oh, wat lekker. Wat is dat? Oh, lekker, lekker. Heb je nog meer? Nee. Die? Oh. En hij vindt het helemaal fantastisch. Nee. Oh, die. Oh, lekker. Oh, heerlijk. De appa. Hm? De appa. Ben je er ook bij? Ik kom wel even bij jou zitten. We hebben net lekker gegeten, dus we gaan nu even lekker duploen. Gaan we bouwen? Nee. Het is zondag. Dit is mijn outfit van vandaag. De slippers passen er niet echt bij, maar het zit lekker. Topje van Stravaus en de broek ook. Het is inmiddels zondag en wij gaan even naar de bibliotheek en even lunchen. Wij waren net lekker buiten, of tenminste net, dat is ook al even geleden. Eventjes naar een parkje en een speeltuintje en daarna nog even geluncht en naar de bieb. Maar mijn batterij was leeg en ik heb altijd een reservebatterij bij me. Behalve net, want het past allemaal maar net in de tas. We hadden heel veel biepboeken en zo. Dus dat schoot lekker op. Maar we gaan zo nog gewoon een keertje naar buiten. Wel een beetje gaar. En ik ben ondertussen... ik zou een heel weekend alleen zijn. Het weekend voor onze vakantie. Dus dacht ik, nou dan moet ik beginnen met inpakken. Volgens mij, ik weet niet of ik het al had gezegd in deze vlog. Anyhow, toen dacht ik praktisch, dan ga ik alvast in kratten het een en ander doen. Alleen nu... is Niels het weekend naar mijn schoonouders. Dus dan kan ik wel rustig alles inpakken. Dus nu ligt die krat daar een beetje. Maar ik zal hem even laten zien wat er al in zit. Een beetje nu een allegaartje. Ik heb in de kast ook al wel wat zomerkleding en zo neergelegd voor mezelf. Maar dat ligt in de kast. Ik heb hier al zijn zwemkleren. Even kijken hoor. Ik heb dit zwembroekje. En dit zwembroekje. Om dat wel lekker onder twee te hebben. Want... de ene nat is, dan kan je de ander nog aandoen. Meestal is het natuurlijk, heeft hij de ene om, zeg maar, 's ochtends aan, de andere 's middags. Deze is van Tumble & Dry, vind ik heel leuk. Donkerblauw met witte stippeltjes. En deze is volgens mij van de Hennes. Ja. En alleen deze is wat langer en dat vind ik wel iets minder prettig. Dus ik zit eraan te denken om nog één slagje korter te maken. Misschien dat ik dat wel ga doen, dus dat ik gewoon die pijpjes iets... één slagje korter maken. Is misschien wel beter, want dat vond ik irritant aan deze. En dan heb ik twee van die UV-shirtjes. Deze. Die kocht ik ooit bij de Ethos. Nou ja, goed, weet je, het gaat ook niet om het setje, maar dat past wel. En dan heb ik nog deze. En die is eigenlijk van vorig jaar. En die is wel een beetje klein, maar op zich kan het nog. Vorig jaar was hij nog vrij ruim. En nu, het kan wel. Het is een beetje, hij zit een beetje kort bij de mouwtjes. Maar verder zit hij eigenlijk nog prima. En deze heeft lange mouwen, dus... vind ik eigenlijk wel lekkerder. Maar dan kan je dit bijvoorbeeld doen als het op het minder hete moment van de dag, zeg maar. En dan nou, sowieso ben je natuurlijk op het hete moment van de dag. Is hij niet in de zon, wellicht te slapen. Maar, dus dan twee. En dan heeft hij nog zo'n petje. En dit is... deze kan hij ook gewoon mee in het water. En dan verbrandt hij. Hij is natuurlijk super wit. Dus moet een beetje protection. Dan heb ik hier alvast een reserve knuffeltje in en een handdoekje. En verder heb ik wat cadeautjes voor onderweg. Ik heb dit zo'n ding voor in het water. Dit is een klein boekje zit hierin. Ik heb het natuurlijk ook allemaal ingepakt. Hier, even kijken wat zit. Oh ja, dit is wel leuk. Dit zijn vier blokken. En nou ja, elk blok heeft natuurlijk een aantal zijden. En dan kan je in totaal geloof ik van 6 of 8 of zo puzzels mee maken. Dat kan ik natuurlijk uitrekenen, want je kan het zo... goedemorgen. Maar puzzels mee maken. Dus dan heb je zeg maar en je blok om dat mee te stapelen en je puzzeltjes. En dan heb ik hier, even kijken hoor. Dit is gewoon een klein soort houten autootje. Die blokken zijn trouwens ook van hout. En dit is nog iets anders. Dit zijn
Het zijn, kralen is niet het goede woord, maar het zijn wel kralen. Het zijn twee veters. En dan heb je allemaal vormpjes van Nijntje. Dus je hebt Nijntje en Nina en hondje. Maar er zit allemaal gat in, dus je kan het allemaal rijgen. En dan kan hij daar dus, ja goed, je kan er gewoon mee spelen als die poppetjes zijn. Maar je kan dus ook rijgen. Dan heb je een ketting of een touw met dingen eraan. Dat vond ik ook wel leuk. Ik probeerde een beetje, zeg maar, multifunctionele speeltjes, zeg maar, voor onderweg. Dat hij in het vliegtuig gewoon af en toe wat uit kan pakken. Dan verder heb ik nog wat Nijntje koekjes. Ik dacht ook gewoon wat verschillende snacks maar mee te nemen voor on the road. Dit zijn van die geparfumeerde luizaks. Ga ik niet op deze manier nemen, want ik neem gewoon een deel mee. Maar ik dacht, daar valt wat in. Deze dingen, dat zijn van die zakjes met fruit. En daar heb ik gewoon een aantal van. Want dit vindt hij heel lekker. En ik dacht, als we nou stijgen en dalen en hij wil niet meer drinken of zo. Hij drinkt natuurlijk geen fles meer. Maar ik dacht, dan kunnen we nog dit soort dingen geven. Want dus, daar zabbel je natuurlijk ook op. En dan heb ik ook nog, ik heb van alles hoor. Dit is iets met appel mango. Nog een of andere smoothie. En dit is met framboos. Dus neem gewoon een aantal mee. Voor heen en terug. En deze peer, framboos en granen. En een slabbetje. Dit is zo'n plastic slabbetje. En ik dacht, ik neem even een nieuwe mee. Want die andere is best wel ranzig. Ook al was ik hem regelmatig. En spoel ik hem tussendoor ook nog af. Maar deze is van de Hema. En alvast een aantal rompertjes. Want dat leek me ook wel handig om alvast wat apart te leggen. Gewoon eigenlijk bijna allemaal alleen maar rompertjes met korte mouw. Allemaal soorten. Deze zijn nog zonder mouw, nog een aantal zonder mouw. Zonder mouw. Nou, gewoon een aantal rompertjes, want dat is denk ik waarin hij gaat wonen de hele vakantie. Als ik de weersvoorspellingen zo zie. Dus die heb ik ook alvast. Ik bedoel, die draagt hij nu toch niet. Dus dat. Onze kledingkast. Ben ik alvast een beetje. Heb ik alvast wat zwemkleding. Wat shirtjes. Sportkleding. Alvast wat onderbroeken en zo. Nou, ik dacht, dat leg ik allemaal alvast neer. Jurkjes voor over mijn zwemkleding heen. Dus ik dacht, dan verzamel ik alvast wat. En dat heb ik ook al gedaan. Ja, mensen verklaren me waarschijnlijk voor gek. Maar ik word heel rustig van. Ook omdat ik het. Licht aan. Ook omdat ik het de week voor de vakantie super druk heb. En ik dacht, dan werkt mijn brein. Oh, waar zit mijn brein ook niet meer goed. Dus ik denk, ik ga gewoon. Als ik dan alles in een half dag moet inpakken, word ik een beetje gestoord. Nou, dat hoeft gelukkig al niet meer. Maar ik was al van start. Dus ik denk, ik laat het nog even zien. Ik heb hier al een toilettas. Mijn bruinsel moet ik nog even in een klein. Ik ga niet zo'n hele tube meenemen. Dus ik heb hier al van alles in zitten. De hoes van Clarisonic, nou ja, watjes, een douchegel. Ik had zelfs, kreeg dit laatst ergens cadeau bij, van die minis. Ineens gebruik ik altijd op mijn kussen. Ik denk, nou ja, doe eens gek, neem hem gewoon mee. Dan heb ik zo lekker, dan ruik ik mijn kussen ook lekker zen voor het slapen. En nog een mini Estee Lauder Advanced Night Repair. Nou, toner, eigenlijk zit alles hier al in. En dan aan de andere kant, deze toilet is trouwens heel fijn, die is van de Ethos. Ik weet of ze deze kleur nog hebben überhaupt, of dit ding überhaupt, dus ik heb hem al weer een tijdje. Hier heeft hij dan nog een vakje, zo. En hier heb ik dus dagcreme, face cleanser, oogcreme, nog zo'n snel maskertje, zo'n mini scheermesje. Ja lieverd, wat een staafjes, dat soort dingen. En dan heb ik hier alvast, hey, meteen namelijk de fiets. Hallo. En dan heb ik hier een tasje nog van de tub. Hi, mappie. Kijken. Ja, doe voorzichtig mee, hè. Er zit allemaal mama's make-up in. Zo. Oh, voorzichtig. Even, eerst even openmaken. Kan ik het laten zien? Nou, het is zo. Hier heb ik spiegeltje zo in. Wenkbrauw dingen. Goed zo, wenkbrauwgel. Gaan we even zien. Wenkbrauwgel. En hier heb ik eigenlijk meestal van dat palet wat ik vorige week liet zien. Nou, het meeste heb ik hier al in zitten. Nog een paar kleine dingen. Maar dan heb ik dus ook relatief heel, voor mij een heel klein palettasje. En hier komen nog alleen nog eigenlijk kwasten bij. Dat is het voornaamste wat hier nog in moet. Dus.
Dus dat vind ik wel lekker, want dan heb ik gewoon het gros is eigenlijk, nou ja, dat is, het gros is nog niet klaar, moet natuurlijk alles nog voor verder nog voor Niels en zo. En voor mezelf ligt nu een deel van de kleding. En alles nog van zonnebrand en dat soort dingen. Maar goed, ik ben toch blij dat ik dit al gedaan heb. Dat scheelt me weer. Maar dat had ik dus uit voorzorg gedaan. Maar dat is gelukkig niet meer nodig. Ik vind het al heel lekker. En dan kan ik ook echt nog even, weet je, tot rust komen voordat we gaan. En zo dat je niet helemaal zo hals over kop. Dus dat. Prinses ligt er zo mooi bij. Nee. Worden hier weer ijsjes gegeten? Ik heb een zijn we met een paar uitgeland. Kijk eens. Een hele grote pluk, hè? Zo. Mmm. Niels staat nu bij het varken. Met zijn gangsters en zo. Zo, die zijn groot, hè, Niels? Oh, die hebben lekker in de modder gelegen. Ook zijn, hè? Niet daaruit. Het is varken, zijn Niels. Het is echt varken. Ja. En we belanden altijd weer bij de grote glijbanen. Ergens zijn Niels en Sven. Ik weet nog niet precies waar. Maar goed. Het is heerlijk weer, zullen we maar zeggen. En de heren gaan nog even een rondje, denk ik. Ik zit hier nog wel even vrezen. Sven die klimt altijd mee omhoog, die vindt het ook leuk. Ik vind het ook prima, maar Sven wil het graag doen. Oh, Niels. Niels zit weer te zingen. We gaan even zo even eten. We zijn net thuis. We hebben in de speeltuin gezeten. Even met Mitch knuffelen. Kom maar, Mitch. Kom maar. Kom maar. Kom maar, Mittens. Kom maar. Hi, Miepie. Hallo. Echt de camerakopjes. Nou, wat ik al zei, dit weekend niet heel spectaculair. Volgend weekend wordt heel druk en gezellig. Woensdag ben ik jarig, dus de 30ste, 30 augustus. Voor jullie is dat dan alweer even geleden. Maar ja, dat ga ik volgend weekend een klein beetje vieren. Dus ik denk dat ik hem gewoon ook afsluit voor vandaag. En ja, het is jammer dat ik hem een deel van de dag vergeten ben mee te nemen. Maar ja, het is ook wat het is. Ik kan helemaal niet meer aan worden. Ik ben veel te moe. Ik ga lekker straks gaan we Niels lekker naar bed brengen. Ik denk dat ik nog even met hem in bad ga. Of dat ik even ga douchen. En daarnaast, ik durf niet zo goed met hem te douchen. Ik weet niet hoe jullie ervaring is. Sven doucht altijd met hem. Ik ga meestal met hem in bad. En dat doen we dan zeg maar over het algemeen. Alleen maar op de dagen dat hij naar het kinderdagverblijf gaat. Dus 2 keer per week. Maar eigenlijk meestal op zondag ook nog wel eventjes gewoon voor de gezellig. Ik kom zo, lieverd. Ik moet hem duwen. Ik kom zo, moppie. Maar ik durf niet zo goed met hem te douchen. Ik vind dat een beetje eng om een van de reden. Dan ben ik bang dat het te glibberig wordt. Dus ik doe meestal het bad en Sven de douche. Nou, dat maakt ook niet uit. En gisteren heb ik hem toevallig extra in het kleine badje voor het eerst. Een heel lang heb ik hem weer in het kleine badje gedaan. Omdat hij gisteren in zo'n speelbadje was geweest. En dan vind ik het altijd toch wel even lekker als hij even schoon is. Ja, maar goed, hij is natuurlijk nu ook weer in zandbak en alles geweest. Dus ik denk dat we zo nog even lekker... Ik ga in ieder geval douchen, maar ik denk dat Sven ook nog even met Niels gaat. En nou ja, dan gaan wij Game of Thrones kijken als Niels ligt te slapen. En dan is dat het weer voor deze week. Ik hoop dat jullie het vlog toch weer een beetje leuk vonden. Ik wil jullie in ieder geval weer ontzettend bedanken voor het kijken. En ja, ik zie jullie heel graag volgende week weer. Doeg!